Goedemorgen en superleuk je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Dan vertel ik meteen, deze weekvlog wordt mede mogelijk gemaakt door Vitastel. Moeders en ik zijn in de car, want we gaan nu naar stal toe. We gaan vandaag iets leuks doen, iets dat we al een hele lange tijd niet meer hebben gedaan. Shuri is natuurlijk op zoek naar een nieuwe pony of paard. En ze hebben ons meegevraagd vandaag. En waar gaan we nou weer pony kijken? In Blijswijk. In Blijswijk? Ik weet niet waar dat ongeveer ligt, maar het zou vast wel in de buurt liggen. Dus ineens plans changed. We zijn net bij de pony geweest. Hebben ze daar ook beelden van gezien? Ja, ik heb stiekem wat beeldjes opgenomen. We hebben wat gefilmd. Ik vond het echt een hele leuke pony. Hij is mega braaf. Het is wel een dressuurpony, dus dat was voor mij ook weer even een andere piece of cookie. Maar wel heel leuk. Ik vind de ponies kijken zo leuk. Ja, daar word ik blij van. Daar worden we blij van. En ik heb natuurlijk weer een keer op een andere pony gereden. En dat is voor mijn ervaring ook hartstikke goed. En het ging ook best redelijk. Dus dat is weer... Ja, het is me gelukt. Hoi, en welkom bij de paaseitjesproeverij. In de kantine verkopen ze paaseitjes voor het goede doel. Dus niemand weet welk paaseitje wat is. Ik heb hier een hele bijzondere. Ik heb mama net een rode gegeven. Mama lust puur, ik lust geen puur. Ik lust wel de puur van Tony Chocolonies. Maar deze puur lust ik niet. Oh, ik kan hem eruit squeezen. Oh, dit is melk. Bam. Dan hoef je ook weer afwijken. Oh. We kunnen hem door de helft doen. Oh, hij heeft crunchy. Nou, dan nog even paasei eten. Dus. Bijen. Oh nee, we zijn met de boer aan het woord. Ja, even je mond leeg eten voordat je dat allemaal gaat vertellen. Die arme mensen. Oh ja, sorry. We zijn met de boer aan het woord. Zo, dan kan je niet zien in de zijkant. En onderweg naar Astrid, want ik heb vandaag weer dressuurles na een hele lange tijd. Want ik was natuurlijk ziek en Astrid was ziek. Maar we leven allebei weer. Dus we gaan er weer voor. Woehoe. Goedemorgen. We zijn inmiddels wel horse and hands. Oh. Blondie is weer helemaal mooi. En volgens mij is de bak leeg. Dus we kunnen weer in de mooie buiten overdekte bak. Ik vind de bak zo fijn. We gaan inrijden. En dan nee, losrijden. En losrijden. En dan een les. Ponnetje begint ook rechter te worden in het lijf. Ja, mooi. En daar mag je hand iets toestaan. Je voelt dat ze zachtjes aan je hand trekt. En dat is positief. Kijk maar, dat is dit. Dan maakt zij contact met jou. En als jij dan nog iets verder gaat activeren, dan wordt dat zometeen aanleuning. Heel fijn. Zo, ja, precies. En dan mag je ietsjes activeren. En daar mag je in dat activeren voor mij een klein beetje strenger zijn. Iets meer willen. Dat, ja, precies. Ze is heel lief. En ze luistert ook heel goed. Maar je mag best wel eisen stellen. Ja, dit. Voel je het verschil? Voel je dat je aanleuning ook veel fijner is nu? Tenminste, nu heb je echt aanleuning. Als ze dan minder actief is, heb je een fijn contact. Tuurlijk, ze is mooi in de hand gesteld. Maar maak je met die activiteit erbij, dan krijg je een dynamische stabiliteit, zeg maar. Dat betekent dat je paard mooi door het lijf beweegt, maar toch een heel stil beeld geeft voor het oog. Lekker. Dat. En onderhoud die activiteit, mag je niet... Ja, dat. Voel je? Zo, ja. Dat, ja, moet je kijken. En toestaan ietsjes in je hand. Duw maar, ja, met zo'n los teugeltje van je afduwen. En dan iets activeren. En dan zul je zien dat hij nog... Dan wordt hij inderdaad wat ronder. Maar dan op de correcte manier, omdat hij het zelf doet. En nu mag je van mij even wat linkerstelling vragen. Laat je hem daarop nageven. Dat, ja, precies. En wacht je gewoon tot hij lekker loslaat. Precies. En daar sta jij weer toe. En dan activeer je weer wat. En dan wordt het vanzelf weer een fijn gevoel. Maar zie je dat ze nu ook een beetje oplettend is op wat er allemaal gebeurt naast haar in die bak. En daar spant ze ook een heel klein beetje op. Zo, ja. Precies. En activeer maar. Dat. Dat. Ja, precies. Precies. Daar komt ze weer. En los. En activeer. Nou, ja, daar is ze weer. Voel je? Kijk naar de K. Toppie. Kijk, netjes. Zo netjes. Nou, dan rij je hem bij de F, rij je hem wel 10 meter, dus dan doe je F, dit. 10 of 20? M. Oh, 10. Ja. Dit is 5.
Maar wel heel mooi gereden. Echt heel mooi. Dus iets slingertje erin, maar misschien omdat er een ander paard aankomt waar hij dan weer op reageert. En nu mag je hem HXK rijden, oké? Okay? Focus op de X. Dat ja. Prima. Heel mooi. En dan mag je van Antwerpen. En dan op de diagonaal tussen R en H rij een overgang naar de stad. Want ik ben even benieuwd hoe ze rechtsom op het juryhok reageert. Dat dan weer niet het hele circus opnieuw begint. Ja, dat is de andere oog, hè? Ja, daarom. En met het ene oog zien ze beweging en met het andere oog zien ze vorm. Oh, en ik weet, ik moet even terugzoeken met welk oog wat doet. Maar als die nu niet schrikt, dan gaan we het zien. Dan... Is dit vorm? Precies. Nou ja, dat ding is ook eng. Het idee was leuk. Precies. Zo ja. Oké, ik ga we gaan zo een overgang rijden naar de draf. Maar ik ga even een verhaaltje vertellen, dus je blijft heel even galopperen. Je gaat hem zo ietsjes, heel klein beetje opvangen door eerst even je knieën zo in je wrongen te drukken. Dan vang je hem op met de buitenteugel. En de eerste drafpas, die vang je ook weer op met je buitenteugel. En je laat hem nageven op stelling rechts. Zo ja. Zo ja. Dus je gaat hem wat opvangen met je knieën. Ja, goed wat je doet. Stelling rechts, even nalaten geven. Daar ja. Opvangen buitenteugel. Draf, opvangen buitenteugel, opvangen. Stelling rechts. En hand weg. En been, klasse. Zo werk je een overgang af. Snap je? Ja. Als je dit systematisch doet, na elke galop, dat jij naar de draf gaat en je zegt meteen die eerste drafpas, opvangen hier blijven, nalaten geven, stelling ja, hand naar voren, been eraan, dan gaat zo'n paard dat herkennen. Ja. En die denkt op een gegeven moment, nou ja, na de galop moet ik gelijk zo draven. En dan is je overgang geconditioneerd van een goede galop naar een goede draf. Want anders krijg je heel vaak dat ze die energie van die galop die ze nog in hun lijf hebben, naar voren uitstorten. En dan krijg je zo'n rommelige draf dat ze helemaal zo over dat voorbeen heen vallen, snap je? Maar je wilt dat ze hier blijven. Ja, dus daarom moet je die eerste draf pas opvangen. En dan heb je wat spanning in nek en kaak. Dus zeg je, ja, stelling loslaten, hand weg, been eraan. En dan draaft hij weer heel mooi onderdoor. En ik vond eigenlijk ook best heel leuk dat we een heel moeilijk obstakel hadden in de vorm van het juryhok. Want daar kun je ook een heel klein beetje ja, werken aan wat oplossingen van ja, moeilijke situaties. En uiteindelijk hadden we er helemaal niet echt heel veel succes mee eigenlijk. Maar nou ja, weet je, als we dit maar volgende keer beter. En vaak leer je dingen ook niet in één keer, maar leer je dingen door herhaling. Ja. Hè? Dus dat komt wel, dat komt goed. Ik maak me niet zo zorgen. Dus... Toppie. Ja, met alle plezier gedaan, dat is leuk. Ja. Ik ben inmiddels weer thuis met Chelsea. Maar ik heb net natuurlijk les gehad. Het ging echt wel heel erg goed. Natuurlijk, het huisje was een probleem. Maar uiteindelijk is het niet goed gekomen, maar goed genoeg. Wij gaan nu slapen, want het is 10:15. Even eten, even douchen en dan slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga vandaag nog hapjes met jullie doen. We hebben niet één emmer. Niet twee emmers, maar twee emmers nodig. Oh, dat is echt een oude meme. Sushi mix. Dat is voor Ivy. Ik had normaal gesproken het hele, maar het is bijna op, dus. En voor de blonde pony en halve. Top, is dat geregeld. Thermacontrol. Ja. En dan voor Ivy een schepje. Dan ga ik hier lekker wat water bij doen. En dan. Ja, ga ik dan een paardje schenken. Hoi, hoi! Ik zit weer met mijn moeders in de auto. Woep, woep.
Mama en ik hebben er weer helemaal zin in. Hè, mama? Tuurlijk, altijd. Want we gaan vandaag naar twee ponies kijken. Niet voor mij, nog steeds niet. Maar voor Shoe. Ik heb geen idee hoe ze heten, hoe ze eruit zien of iets. Dat gaan we zo zien. We zijn over 3 minuten bij de eerste. En dit is in de buurt van Breda. En dan gaan we dadelijk naar Nispe. Dus ik ben reuze benieuwd. We hebben net pony gereden. Hij was anders dan anderen. Hij voelde langzaam, maar hij was wel voorwaarts. Dus dat was echt een soort omschakeling in mijn hoofd. Ik vond het wel weer leuk, want daar leer ik altijd weer iets van. Oh, mondje uit het raam, zag je nu? Wij gaan nu door naar de volgende. Ik weet niet hoeveel we er gaan rijden. Volgens mij, het kan er 1 zijn, het kan er 2 zijn en het kan er 3 zijn. Dat weet ik niet. Daar komen we zo achter, want we moeten nog een kwartiertje en dan zijn we er. Ik dacht, oh, leuk. En hij was ook heel werkwillig, dus dat vond ik heel gaaf. Wij gaan nu naar stal toe en dan kan ik de eigen paarden ook nog gaan doen. Woep woep. Goedemorgen, broeders. Broeders? Broeders. Zusters. We hebben plans changed. Het is 7 uur en we zijn weer op een andere stal. We gaan nog een pony kijken. Ik moet alleen even wachten op Sanja en Shoe, want die zijn niemand weet waar. Hoi zusters! Zusters? Ja, we hadden net broeders, niet zusters. We are on our way to the Maggie Donalds. Hashtag no spawn, but if you see this and you want to sponsor us. Knipoog, we zitten met Shoe en Sanja daar achter ons. We hebben net naar een andere pony gekeken, die was M-niveau, ook weer heel erg leuk. Oh, lekker. Oh, dat mag niet de thumbnail worden, Rick, dat mag niet. We gaan lekker patatje eten en dan moeten we onze eigen paarden nog doen. Ik ben pro-Maggie Donalds. Ik vond bij jou ook erg aan het duren. Wow. Zo,